lokalen van de oude Hagedoornschool zijn gevuld met maatschappelijke organisaties die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wijk. Royale complimenten van burgemeester Arjen Gerritsen aan de vrijwilligers van het bewonersinitiatief tijdens de officiële opening. En dat u dat bordje wat u dan aan die buitenkant ziet, dat u dat nog heel, heel vaak langs dat bordje loopt hier naar binnen. Een kopje koffie te drinken, dat is op zich al genoeg. Want daarmee ben je met elkaar in gesprek. Daarmee maak je weefsel, daarmee verbind je je aan elkaar. En dat is wat we in Almelo in het algemeen, maar ook hier, wat we gewoon knetterhard nodig hebben met elkaar. Heel veel succes op deze plek. Heel veel mooie ontmoetingen. En ontzettend veel liefde en plezier hier in de Goosse Maat. Dank jullie wel. Nou, laat ik het zo zeggen, we slapen hier nog net niet. Heel veel uren. Maar dat gaat nog minder worden, want we hebben meer vrijwilligers. En we zijn er nog veel meer nodig. Vrijwilligers, gastvrouwen. Wat is nou het leuke hiervan? De mensen. Iedereen is even leuk en gezellig. Kom naast me zitten. Was er al. Oh, wacht hier. Kom maar. Gezellig. Ja, moet jij deze kant? Ze wil niet koud zitten, hè? Nee. Nou, Zwarte Piet, wat vindt u van Lisbeth? Wat ik daarvan vind? Oh, dat mag ik niet vertellen van Sinterklaas. Nee? Nee. U wel, hè? Ja, schatje. Echt? Ik heb haar gevraagd of ik mee mocht naar Spanje, maar ik mocht niet. Ze kunnen haar hier niet missen. Nou, ik ben zelf, dat is al wel 3,5 jaar geleden dat ik ben begonnen. Ja, sinds de school leeg is gekomen, zeg maar, ben ik ermee bezig geweest. We hebben gezorgd dat de buurt beschikbaar was voor de school, voor de buurt. En dat ze gewoon een kopje koffie kunnen drinken en al die dingetjes meer. En zodoende, en zo zag je, zijn de ondernemers er ook allemaal bijgekomen. Ja. En toen kwam die op een gegeven moment, hoorden we dat de school, dat die leerlingen tekort kwamen. Dat die dicht moest, maar in ieder geval, ja. En toen ben ik met de oude burgemeester, meneer, laat ik niet liegen, eerst met Anja Timmer, met de wethouder, zijn we in gesprek gegaan van, god, mogen wij die school niet voor de buurtbewoners? Want ja, het is al een beetje een achterstandswijk, zo, als ik het zo mag noemen. En we hebben ook gezegd van, dan, er zijn hier weinig winkels en noem maar op. En we willen graag voor de kinderen dat alles hier vrijkomt, zeg maar, en dat wij de school kunnen gebruiken voor de buurt.